Story kijken. Achoo. En hier wel, jongen, nogmaals, tof voor het kijken, jongens. Bij weer een nieuwe video. We zijn de vorige keer geëindigd hier. En wat ik nog vergeten was te zeggen, ja, je dacht misschien wat ben ik aan het doen. Ja, ik dacht gewoon, ik ga hier eens even een huis claimen, maar dat moet eigenlijk niet. In ieder geval, vorige video, zoals jullie weten, nog niks aan veranderd helemaal. Nog helemaal niks veranderd. Ik heb hem gewoon zo gelaten, zoals hem is. Zo maakt het jou, de auto maakt zijn eigen, personen. Personen zijn hun eigen goed wat ze zijn en je kunt er niks aan veranderen. Of toch weinig of niet veel. En zo zijn er bij auto's ook, met sommige auto's, met sommige personen voor hun auto's. En veel YouTubers die kopen om de seconde een nieuwe auto, bij wijze van spreken. Maar ja, wat ik gewoon wil zeggen, ik heb niks veranderd. Ik heb juist even een paar dingen gedaan. En nadat ik de opname heb gestopt, dat ik deze auto heb gekocht. En, maar ik heb gewoon niks aan de auto nog veranderd ofzo. Het is gewoon dezelfde dag nog bij mij. Ik heb nog altijd hetzelfde aan. Maar in ieder geval, we gaan even naar de garage. Want ik heb nog redelijk wat ducaatjes om uit te geven, zou ik maar zeggen. Ja, dat klinkt misschien raar dat ik de kaartjes dien om uit te geven eigenlijk, hè? Want je werkt ervoor, je spaart ervoor en dan geef je het uit. Dus... Ja, ik heb dus heel veel geld en dan ga ik nu een auto kopen. Dus wat ik zei, ik heb dus geld, hè? Het is niet altijd de bedoeling dat je het uitgeeft. Maar ja, het is eigenlijk wel de bedoeling, want je werkt en je spaart voor je geld. En dan kun je er iets leuks mee kopen of je verwennen of van die dingen. Dus, maar je hebt dat. En dus eigenlijk ook kort samengevat. Ik heb veel geld. Niet veel, maar gewoon redelijk wat geld. En daar ga ik dan. De bedoeling in deze game is dat om te kopen. En het is altijd leuk, vind ik. Vind ik gewoon eerlijk gezegd altijd leuk hoor, hè? Auto's die ook realistisch lijken zo, gewoon auto's en dan die te kopen, te pimpen, dat is altijd gewoon iets leuks. Ik weet niet of jullie de game ook spelen, dat ook zo hebben kennen, en roleplay een beetje erin willen brengen zo. Even kijken, welke zou mooi zijn. Nee, dat is wel een oldtimer, die geven we dus niet doen. Die is een Chevrolet denk ik, weet niet. Even opzoeken. Niet verkeerd. Ja. Nee, dat is niet echt mijn stijl, dus ik moet ook mooi vinden, maar die doen we niet. Nee, was hem dat niet die, die lijkt een beetje op die ik eerst had eigenlijk, hè. Die ik heb verkocht, ik weet niet of dat deze is, maar dat zou wel goed kunnen. Maar dan doen we die niet, deze. Nee, is ook weer een redelijk oude outfit-achtig. Ik denk de volgende, deze en zo. Deze is een beetje oud-achtig, hè. Maar deze jongens, die kan er wel mee door. En ook een goed geluidje, ja. Deze gaan we eigenlijk eens blauw doen. We gaan het zo doen. We gaan het gewoon zo doen. We doen dus ander wiel erop. Andere kleur, we gaan niet altijd zwart doen, hè. Dus, ik kan, echt wel. Oh, zijn we die deurtjes, ref. Maar als hem stil staat, hij heeft geen gas, dan hoor je niks. Dus dat is een beetje matig. There you go, voilà. Dat is een sneller, dat is een Toyota. We hebben een Toyota Supra, denk ik. Ik weet niet of het verbeterd in de comments. Je ziet waarschijnlijk aan de titel auto te meten. 9 van de 10 zei de naam van de auto in de titel. Dus. Maar ook best wel goed in je parkeer. Maar als je zo'n kleine auto hebt, ja, de parkeerplaats heeft eigenlijk de game gebouwd op van dikke wagens, dikke bakken. Dus als je deze dan ertussen zet, ja, kan ook. Dan heb je altijd meer ruimte. Dan heb je altijd handig met de deuren en zo, you know. Ik ook. Niet verkeerd. Zet er een turbo op. Maar ja, turbo vinden we niet ergens anders. We zetten alles max erop, dus de turbo gaat er zelfs vanaf. Dit is Tom 16, dat weet ik wel. Tom. Oh. 16. Oké. Oh. Lego.
En bodykits kan er ook op. Okay. Whitebody, ja. Dit gaat waarschijnlijk heel veel kosten, maar dit gaat wel heel cool en gruwelijk worden. Dus. Oké. Rims. Oh, er zit toch wel geluid onder. Ja, oké. Het heeft wel geluid dan. Okay. Die doen we misschien eens groen zo. Of toch zwart. Nee. Ja, we gaan zelfs sowieso andere. Andere rimstypen opgooien. Dat gaan we nu dus doen. Wat neer loopt dus. Zo. We gaan denk ik een andere kleur wel daarop doen zelfs. Wat kan erop? Ja, doen we deze maar. Zo, en dan gaan we kleurtje. Misschien iets niet te fel. Ja, dit is nog fel, maar dan doen we even dit zo misschien. Ja, kan er wel mee door. Ja. Zoiets, ja, oké. En dan gaan we nu naar body. White body, denk ik. Oh, dat valt nog redelijk mee. Ik heb een auto gehad, of ja, dat was volgens mij die Rolls-Royce. Ja, maar dan wordt er veel meer denk ik waarschijnlijk. En dan wou ik dat erop, white body, en dan kost het me eens van 600k, zo ik veel. Hoppa, white body, ja jongens, dit is pas een broeding. Of dit wordt een broeding op mij. Spoiler. Big boy. En dan, als ik die erop wil. Ja, oké, het zijn er twee. Big wing, I know it's not. Oké, remlokken. Nee, die doen we misschien. Groen, ja, groen kan er mee door. Interieur, die doen we pak blauw. Maar we gaan wel, dat ga ik wel doen. Ik ga dit toch even veranderen. Ik vind dat een redelijk heerlijke kleur waarschijnlijk van de Euro, dat weet ik niet meer. Ja, ik kan het niet zien wat jullie denken, maar. Of geel misschien. Oké, dat vind ik eigenlijk cool, gewoon. Die gaan we. Dit lijkt me wel eens cool. Zo doen we, ja. Dan gaan we dit nou doen, hè. Dan zijn we klaar voor vandaag, voor deze video. Een laag, uiteraard. Wat een laag. Dat is sowieso standaard. Elke auto gaat een SUV, gewoon laag. Track, engine, energy is wel heel ook. Oké, supercharged. Ja. Oh, charger, oké, daar brakes, race brake, daar. Go. Tires, stok de, nee, instant grip. Oh, instant grip. Yo, en dan all-wheel drive stond er niet op, die gaat eruit op. Alles af gaan, alles nakijken. You never know als er iets over is. Zo. Is dat nu alles op? Oh. Ik ook denk dat alles er nu op staat. Hier even nog checken. Tom 16, zwaardigte
Dat weer. Voor nu even niet op te worden, gewoon al een pluto, dus fijn. Al niet wat die echt zijn, want het is knalgeel, dus, maar dat is een beetje voor het idee. Nee, goed. En we gaan even dag maken. Want die donkerheid en de regen is niet echt anders. Oeh. Oké, zo, bij jou. Ik had niet bepaald traag. Land voor sale. Dat is waarschijnlijk nooit gebouwd worden. Denk een nieuwe garage of zo zou ik kunnen. I know. You never know, we kunnen altijd hardop denken, dus. Nee, oké. Ja, jongen. Dit is een monster. Ik ben echt blij dat ik dit heb gekocht. Dat kun je wel zeggen. Ja, wat voor constant daar? Even terug. Ja, gewoon tot je hier niet in. Ik heb niks gedaan, jongens. Hier mag je niet in. En ik heb het gedaan. Oké, dat is iets wat voor boord was. Ja. En deze is wel iets breder. Vooral voor de video van deze, dat ik dat heb gezegd. Van de BMW van juist dat die iets te klein voor was. Maar deze. Nou, die past ook nog heel erg. Ja, of ze hebben het gewoon ruimer gemaakt. Wat en eigenlijk ook eigenlijk moet gebeuren. Bredere paring. Nee, want tegenwoordig worden ze alleen maar smaller en smaller. Dat er zelfs nog maar zo een autootje tussen past. En speel een autootje dus. Ze willen wel meer plek hebben. Dat er meer mensen kunnen parkeren. Dat er ook meer auto's zijn. We denken niet na over dat de auto's ook groter worden misschien. Dus, maar even dat. Of de makers van de auto's moeten dan denken, of makers van de parkings. Maar even dat. Daarvoor komen jullie hier. Het is kindvriendelijk. Het is ja, een auto game. Het is een game. En ik praat over het echt. Maar goed. Ik heb nog geen auto rijden, dus binnenkort misschien. Maar even dat. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te liken en abonneren. Ik ben deze nu niet op gedaan. Zie ik je graag terug bij de volgende video. Mooie auto weer gekocht. Ja. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende nogmaals. Dus zie ik je graag terug. Ja, nogmaals. Ik weet. Bij de volgende video. Dus vond je deze leuk? Like hem, abonneer. En kom nu even in beeld. Meer dan 70% niet geabonneerd. 75% gemiddelde pak maar. Ja, 75% niet geabonneerd. Bij iedereen van. Klik dan nu op dat rode knopje. Maak dit grijs. En zorg dat je geabonneerd bent. Dan ben ik een happy man. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Later.